Rood Kruis en Maarschalkstaf. Een droefgeestige komedie van Jacques Audiberti. Ik breng u naar Antibes, een vestingstadje aan de Middellandse Zee, precies tussen Nice en Caen. Antibes is oeroud. 340 jaar voor Christus werd het al door de Feniciërs gesticht. Kweek van sinaasappelen en van olijven en van tabak. We zijn in de laatste jaren van de vorige eeuw. Toen woonden er in Antibes zo'n 12.000 mensen, de doden niet meegerekend. Evenmin als de 1000 man van het 112e regiment en de 650 van het 7e bataljon Alpenjagers. Goed, het is dus eind vorige eeuw en we zitten op de Schansmuur. De Schansmuur van de vesting die de stad heromsluit. Bloemrijke schrijvers noemen die Schansmuur het stenen corset. Dat stenen corset is gebouwd door Sébastien Le Prêtre, marquis van Vauban, maarschalk van Frankrijk, de vermaarde architect van Lodewijk XIV. De muur heeft in- en uitspringende hoeken en elke hoek heeft zijn toren. Een ronde toren met een halve bolle bovenop. Het lijkt wel alsof de Sirocco die Byzantijnse of Mohammedaanse koepels over de zee hierheen heeft gewaaid. Kijk, precies onder ons staat een bank, een stokoude bank van verkalkt olijvenhout. Die heet de Leugenbank, want daar zitten de oud-gedienden als ze herinneringen ophalen uit hun oorlogszuchtig verleden. Hier wel, kijk, daar zitten er een paar. Ze dragen zwarte hoeden en een blauwe pelerinejas. Hun handen rusten bedaard op wandelstokken van bruin gemarmerd hout. En aan hun grijze punt sik kun je zien dat ze nog hebben gediend onder Napoleon III. Ze zeggen niet veel. Ze staren naar de zee en naar de haven waar de vesting een arm beschermend omheen legt. Tussen de vissersbarken liggen twee kanonierboten gemeerd. Ze staren naar de vuurtoren die zo stralend wit is dat alle vissen erop afkomen. Roodogen, bronsvinnen, makrelen. Ze staren naar de hemel waar de zwaluwen vliegen. En ze staren naar de berg. Wat een machtige berg. Daar komen de boerinnen langs omlaag met melk. En de terrazzo-werkers uit Piemont. De berg daalt als het ware van zichzelf af naar omlaag. Vanaf zijn eigen troon van eeuwige sneeuw. Hij daalt af naar het strand langs brede blauwe treden en met elke trede krijgt hij een menselijker aanzicht, want er liggen steeds meer krijtwitte dorpjes op zijn lagere plateaus. Saint-Janet, La Gaude, Vence, Saint-Paul. Soms, 's nachts, laait in zo'n dorp plotseling de rosse schijn op van een brand zonder genade. En links ligt Nice, heel in de verte. Waar praten onze veteranen op de Leugenbank over in hun zangerig Provençaals? Ze hebben het over de wallen. De gemeente wil die slechten. De vrouwen van Antibes houden hun corsetten kordaat en zedig aan, maar de stad wil het hare uitdoen. Ze wil zich ontmantelen, wat voor een stad hetzelfde is als zich laten ontmaagden. De stad wil modern worden, even koket als haar lichtzinnige buurvrouwen Nice en Caen. Ze willen opzichtige boulevards met juwelen van winkels als een floddermadaan. Wat zou onze Vauban zeggen als hij dat wist? Zuchtte de oud-gediende op de Leugenbank onder aan de Schansmuur. Want Vauban is voor hen en voor ons nog altijd een realiteit. Deze sprookjesmarquis van de vestingbouwkunde heeft langs al onze landsgrenzen en heel onze zeekust 300 keer de fortificaties van Antibes herhaald. Middenwal, bastion, ravelijn, kazemat, sluippoort en geschutgang. Overal, in Vlaanderen, aan de Rijn, aan de Rhône, in de Pyreneeën, aan de kusten van Bretagne. In 1633 werd hij geboren als Sébastien Le Prêtre, marquis van Vauban. Een landedelman uit Bourgogne. Dit is zijn staat van dienst. Met 17 jaar in het leger van Condé,
later in dat van zijn majesteit de koning. In 1651 luitenant in het regiment van Bourgogne. In 1653 gediplomeerd ingenieur. In 1656 kapitein bij de infanterie. In 1661 luitenant-kolonel en tenslotte gouverneur van de vesting Rijssel. Commissaris-generaal voor de fortificaties, maarschalk van Frankrijk. 33 maal nam hij deel aan een beleg. En altijd met succes, want hij was even bekwaam in het ondermijnen als in het ontwerpen. En toch eindigde Vauban zijn leven in misère. Dat kwam door een boek dat hij schreef tussen al zijn beslommeringen door. Dat boek, dat niemand van een cementvretende vestingbouwer zou verwachten, heet La Dîme Royale, de koninklijke tiende penning. En het maakte deze maarschalk van Frankrijk tot de Karl Marx van de 17e eeuw. Het kwam er kort en goed op neer dat deze krijgsman-filantroop een philippica hield tegen de zondvloed van belastingen die het absolutisme van Lodewijk de 14e oplegde aan het volk. Datzelfde volk waaruit hij ook al zijn soldaten recruteerde. Datzelfde volk van wiens arbeid en initiatief het landsbelang afhing. Hij wilde die fiscale willekeur vervangen door een systeem waarin voor alle burgers, naar de grootte van hun inkomsten, dezelfde plichten zouden gelden. Hij had gelijk, maar zijn boek kwam 100 jaar te vroeg. En toch is het merkwaardig te bedenken dat de Franse revolutie toen al werd geboren in het gepoederpruikte jeukhoofd van een militante aristocraat die even verzot was op gerechtigheid als op parabolen. Maar toen, in 1707, ontplofte Vauban's tiende penning nog als een landmijn en hij was de enige die door de scherven werd getroffen. Het boek werd in beslag genomen en veroordeeld door het parlement. Vauban zelf viel in officiële ongenade. Het wordt nu tijd hem zelf het woord te geven. We gaan naar Parijs, naar zijn huis aan de Rue Saint-Vincent. Er zijn mensen zat die alleen schrale grond hebben waar geen bliksem van afkomt. Hoor, hij is aan het werk. Hij dicteert zijn secretaris, Abbé Ragot. Zijn stem is nog krachtig voor een man van 74 jaar. We zijn pas in maart. Het haardvuur brandt. Toch is het koud in de kamer. De bovengenoemde keuterboeren zouden meer opbrengst van hun grond hebben als ze eikenbomen op aanplanten. Na de eerste investering hoeven ze immers alleen nog voor de onderhoudskosten op te draaien. Op te draaien? Zal ik niet liever schrijven op te komen? Ik zei op te draaien. Verder hebben dergelijke aanplantingen, behalve voor de zwijnerij, ook... U bedoelt de varkensteelt? Ik zei zwijnerij. Verder hebben dergelijke aanplantingen, behalve voor de zwijnerij, ook nog hun nut als stalhout dat in knuppels kan worden verkocht. Knuppels? Knuppels, zo heet dat. Je kijkt verdomde zuur, meneer Darby. Dacht je dat ik mijn vak niet versta? Meneer de markies, ik ben maar een loonslaaf, een kleine domme kever. Het komt niet in me op met u van mening te verschillen. Ik ben alleen bang dat de mensen zullen meesmuilen over de tegenstelling tussen uw vooruitstrevende denkbeelden en de, mag ik het zeggen, de ouderwetse, de dorpse ruigheid van uw taal. Maar ik schrijf zoals ik praat, zoals mijn vader altijd praatte. Ik ben geen redenaar. Ik zet simpele dingen op simpele wijze achter elkaar. Maar ik heb al lang in de smiezen dat het gezelschap van een snotverkouwen oude Izegrim jou vandaag niet aanstaat. Nou, goed. Donder dan op, mars naar je kamer. Geneert u zich vooral niet? Wat ik me generen? Ik ben Sébastien Le Prêtre, marquis van Vauban, heer van Pierre-Pertuis, Pouilly, Servin, Lachaume. En van uw kasteel in Bazoche, vergeet u dat vooral niet? Maar daar zet ik geen poot meer. Dat is goed genoeg voor mijn twee dochters, elk netjes opgeborgen in een afzonderlijke vleugel. Nou, waar hebben we het nou over? U maakt u kwaad over mijn aanmatiging met u van mening te verschillen. Nee, vergeet het maar. U neemt niet genoeg rust en u praat veel te veel. Ik praat niet te veel, ik hoest alleen te veel. Sinds het oude mens dood is, begint ze in me te ontdooien.
Jezus nog aan toe, het was ze koud toen ze nog leefde. U bent er te lichtvaardig van afgestapt en nu hebt u het te pakken. Van afgestapt? Ja, van afgestapt. Van een vrouw? De mens spijgerde gewoon af. Ik heb het helemaal niet te pakken. Ik heb geen kou gevat. Het is alleen dat ik ontdooi. Ik bedoel niet uw vrouw, ik heb het over uw pruik. U kunt het beter weer gaan dragen. Kom dan maar, pruik. Ik wou dat onding krioelde van de luizen, want dan kon ik hem lekker in mijn laarzen stoppen. En die zouden het dan op de kriebelpootjes van dat ongedierte mijlen ver uit mijn buurt brengen. Mijn laarzen, ik moet er niet aan denken. 60 jaar lang heb ik erin rondgestampt. Nog niet altijd in dezelfde natuurlijk. Maar je doet er toch nooit meer dan 2 tegelijk aan. In Vlaanderen zaten ze altijd onder de vlooien. En zomers in Saint-Paul-de-Vence, dan smalten ze gewoon vast aan je poten. Ben jij daar ooit geweest, in Saint-Paul-de-Vence? Huh? Palmen, citroenen. Het is salamanders heet om je pink te bewegen. Geef mij voortaan maar liever mijn pantoffels en mijn kamerjas. Een makkelijk afleggertje van een oud uniform. Ik stap middenweg zitten. moet je eens indenken. Altijd in grote nu, hè? Of in het harnas. Ik smolt als een oester. Ik plofte bijna uit elkaar. Pas 's avonds, als ik mijn pruik op de standaard kon smijten, redde ik mezelf het leven. U moest het dus een beetje kalm aanleren doen. U werkt, u dicteert. Uw dagen zijn drukker dan de nacht van een bakker. Zal ik jou eens wat vertellen? Huh? Een geheimpje, iets tussen ons tweeën. Als de koning de troepen in de loopgraaf kwam inspecteren, dan knipte hij gaten in zijn pruik om zijn blote kop een beetje te luchten. U maakt u veel te druk, dat ondermijnt uw longen. Ach, je kletst alsof ik al bivakkeer in de sluipgang van de dood. Weet je wat mij lokt in de dood? Weet je wat ik in de dood hoop terug te vinden? Dat ik op een soort luchtige hoogvlakte, hè? Zoiets als de wal van Antibes, dat ik daar de wijwaterskwast terugvind van toen ik nog zo'n klein knulletje was. En mijn hobbelpaard, Jan Klaassen, en mijn gezangboek. Ja, allemaal precies zoals het vroeger geweest is. En verder mijn hele afgestorven familie. Soms zie ik ze voor me in mijn geest alsof ik al... Ja, een burgerman die hoort de dood aankomen. Hè? Voetje voor voetje kruipt de dood omhoog in zijn gemakkelijke schoenen, omhoog in zijn hemd. Maar op het slagveld heeft de mens geen tijd om te filosoferen. Bij Montmédy waren we met 5 genie-officieren. Maar na 6 dagen bleef alleen ik nog maar over. De een na de ander gingen ze in mijn armen de pijp uit. Meneer de marquis, straks komt er bezoek. Ja, Montmédy was maar een nest. Het garnizoen telde nog geen 700 man. Maar we hadden er 10.000 nodig om dat zielige troepje te laten verhuizen. We zijn hier niet in Montmédy, we zijn thuis in Parijs in de rue Saint-Vincent. U hebt met mensen afgesproken. We hebben in Brissage, in Elzas, daar liep het gesmeerd. De tweede nacht kwamen ze al met parlementariërs aan. En de stad gaf zich over zonder slag of stoot. Ja, het liep gesmeerd daar in Brissage, in Elzas. We zijn niet in Brissage, straks komt er bezoek. Wie? Wie komt er op bezoek? Moet u dat nou nog vragen? Die rotbruik, daar heb ik altijd de pest aan gehad. Marquise, straks komt er bezoek. Nee, als je met al die pruiken en sjerpen en pofmouwen de kogels nou tenminste nog kon tegenhouden. Nee hoor, had je gedacht. Ik heb nog nooit zoiets miserabels gezien als die opgedirkte officier die de hele pot marmelade over zijn jas kreeg. Meneer de marquise, straks komt er... Bezoek, ja, straks komt er bezoek. Je bedoelt de koning, hm? Dat heb ik niet gezegd. Jij doet net alsof je door de mensen heen kunt kijken. Maar jij kijkt nog maar niet zo beledigd. Jij maakt jezelf lekker met het idee dat de koning vandaag helemaal uit Versailles naar mijn adres zal komen rijden, zo vroeg op de morgen, terwijl het pijpenstelen giet. Ja, en dan ga je zeker zeggen dat zij de majesteit de zon is en dat de zon zich van de regen niks aantrekt. Want hij staat op hoog. Maar neemt u me nou toch niet kwalijk? En dan ga je me wijsmaken dat de koning vannacht in de Tuilerie heeft geslapen op 520 L voor mijn part. Als je de trappen meerekent, op 520 L hier vandaan. Maar ik heb nergens uit opgemaakt dat de koning vandaag in de Tuilerie zou zijn. De Tuilerie, dat paleis met die dakpannen. Bij mij thuis hadden we gewoon stro op het dak. Mijn vader had de duiten niet om mijn pannen op te leggen. Trouwens... Mijn vader had veel liever stro, want stro houdt de zolder op een gelijkmatige temperatuur. En die is bevorderlijk voor de appels in het graan. En bovendien, stro kost bijna niks, waar of niet?
Maar ik moet wel toegeven dat stro vuur aantrekt en dat het altijd verrekt van de luizen. Uw pruik, markies. Pannen zijn duur, godvergeten duur. Maar ze doen het wel aardig, vooral in de buurt van Dijon, de streek waar ik vandaan kom. Mijn vader heeft ook in het leger gediend. Maar op de duur wou hij toch liever teren op zijn grond. Nou, hij ging eraan kapot, maar hij werd erin begraven. Uw pruik, markies. Mijn pruik? Ja, het lijkt wel of mijn pruik in jouw kop heeft wortel geschoten. Maar, ja, laten we het nou eens niet meer hebben over die op de trui. Laten we dan nou maar liever de situatie in de ogenschouw nemen. Nou, een situatie is nooit goed, hè? Dus is ze slecht. Ik heb nog nooit gehoord van een situatie tussen goed en slecht in. Nou, zo, laten we kijken. Toen die pakken met drukwerk van de drukker kwamen, van die drukker in Rouen. Hè? Ik heb de boel in Rouen laten drukken, uit voorzichtigheid. Toen heb ik ze opgepikt in de buurt van Saint-Denis. Nou, ik stouw het hele zootje daar in mijn rijtuig en ik sleep de boel in het geniep. Ja, ik, maarschalk van Frankrijk, ik sleep de hele boel in het geniep onder dekking van mijn familiewapen dat buiten op de koets staat gekalkt naar de rue Saint-Jacques, waar een zekere juffrouw, om ze te laten brocheren. Waar een zekere juffrouw, ach, hoe heet dat kreng nou ook weer? Nou ja, goed, zal mij zo zijn. Een paar exemplaren hou ik onder eigen berusting. Nou, die eigen exemplaren, dat nog ongebrocheerde katerde, die heb jij op mijn aanwijzing naar een paar fatsoenlijke mensen gebracht. Want u weet zelf al naar wie. Hè? De meneer Cheminot, naar Pater Labat, de pasteur van Saint-Roch, die net uit Amerika terug is, en naar de eerwaarde heer de Caen. Aan die de Caen heb ik verzocht mij het standpunt van de geestelijkheid te laten weten over deze vruchten van mijn ledere uren. Mm-hmm. Ja, ik heb het. Ik weet het weer. Dat mens heet juffrouw Fétil. Verdomd als het niet waar is dat dat kreng heet Fétil. Je breekt bij dat gewone volk altijd je nek over die namen. Over mijn naam, bijvoorbeeld. Wow, kom, als je nou zo begint. Mijn eigen moeder, die heette Carmignol. Dat is geen haar beter dan Rago. Als jij een wijf was, ouwe gek, dan zou je ook best een jongen kunnen krijgen die aan zijn eindje kwam als maarschalk van Frankrijk. Nou, meneer de markies. Zeg, die eerwaarde heer de Caen heeft me nog steeds geen asem gegeven. Dat is toch zo erg niet? Ik ken het standpunt van de geestelijkheid ook. Laat me niet lachen. Jouw eerwaardigheid stikt alleen in je pak. Ah, mijn donker pak wijst erop dat ik mij aan het leven van de geest heb gewijd. Nou, kom dan maar voor de draad met het standpunt van die beroerde Clergé. Wel, uw boek ademt een en al medemenselijkheid. Nou, dat is dan mooi. Nog nooit heeft een sterveling in dit land zo'n boek durven schrijven. Een boek over de ellende van de mensheid en over de middelen om die ellende te verzachten. En dit boek wou het daar niet over in nevelige poëtische termen. Nee, het spreekt de klare taal van rekenkunde en feitenmateriaal. De donder is nog aan toe. Waarom wachten jouw bisschoppen dan zo lang met mijn zaligverklaring? Een zaligverklaring? De geestelijkheid wantrouwt u. En wantrouwt u terecht. Huh? Wantrouwt mij terecht? De geestelijkheid wantrouwt elk stelsel dat liedjes zingt over een paradijs hier op aarde. Want het paradijs op aarde is door God uitgebannen en de wereld behoort een tranendal te zijn. De geestelijkheid geeft de voorkeur aan het huidige regime, hoe gebrekkig dat ook zijn mag, want dit regime staat achter het kerkelijk gezag dat de allerhoogste universele waarheid in pacht heeft. Ja, amen. Zo is het toch, markies. 8 jaar. 8 jaar lang help je me bij al mijn werk en nou ineens pats. Zet je wakker en schiet met mijn rug. Een manuscript wordt langzaam rijp in de beschutting van de muur, maar als het gedrukt is, klimt het over de muur heen. Ik doe alleen mijn plicht als ik u wijs op de gevaren die uw werk nou eenmaal meebrengt. Wat dat aangaat, hebben ze allemaal motieven genoeg om het te grazen te nemen. Neem nou Chamillard, de minister van de oorlog. Daar heb je weer zo'n naam. Die heeft aan Lafayette, zijn schoonzoon, het recht gegeven in Turijn en omgeving belasting te heffen als persoonlijke snoepcent. Nou, toen ik dat aan de weet kwam, toen heb ik de minister geschreven dat Touraine een uitgeperkte citroen is en dat Lafayette als generaal geen donder in zijn macht heeft. Nou, goed. Rouen moet dan maar hangen. En toch ben ik de enige die de koning oprecht dient. Zo? Wat zo? Dien ik de koning of dien ik hem niet? Ben ik dat na? Overleg het nou eens goed. Wie heb ik tegen me? Ik heb alle mensen tegen me die ook tegen de koning ageren.
doordat ze tegen het volk zijn. Want de koning zit vast aan het volk als de kop aan de romp. Belastinggaarders, bankiers, baantjesjagers, hielenlikkers. Heel die gebruikte inboedel van Versailles. En tellen de hele geestelijkheid maar bij. Ja. Lach jij maar als de boer die kiespijn heeft. En het volk zelf ook natuurlijk. Het stomme volk dat zich gedwee laat uitmelken. Allemaal zijn ze tegen de koning. Alleen ik. Ik alleen. Ik ben de enige die hem dient. En redden zal ik hem ook. En intussen begint u maar met hem te vermoorden. Dat komt nou, Ragot. U klaagt alle hovelingen en hoogwaardigheidsbekleders aan die de koning van het volk gescheiden houden, zegt u. Ja, ik vecht tegen zijn vijanden. Tegen de baantjesjagers. Ik bestrijd alleen zijn vijanden. Die melkmaren, stroopsmeerders, kontlikkers. Waarbij u vergeet dat juist zij het zijn in wie de levende gloed van de vorst zich weerspiegelt. Van diezelfde vorst, meneer, die u met de beste bedoelingen natuurlijk verkilt tot een abstract beginsel. U hebt geen eerbied voor de koning. U hebt alleen eerbied voor het Rijk. Ik geen eerbied voor de koning? Ik hou van de koning. Doornik, Besançon, Clermont, Langres, Colmar. Laten we het nou liever maar weer hebben over die katerne, hè, die ik u heb laten rondbrengen. Nou, wat gebeurt er? Geen dag later grijpt de politie mijn stumper van een knecht in de kraag. Dan slaan ze smoelgang in elkaar om de naam van mijn drukker uit hem te krijgen. En de plaats waar ik de rest van de oplaag heb verstopt. Maar die jongen gaf geen krimp. Hoe laat sloeg het dan net? 9:00. En wat komen moest, komt. Hoe je dat buiten? Dat is de koning. Dan heb je de koning. Ah. Hoe vaak heb ik hem niet in de loopgraaf mogen ontvangen? Dan zette ik de manschappen om en om. De een met het gezicht naar hem toe en de ander met het gezicht op de vijand. Waar is mijn pruik? Mijn pruik, vlug, mijn pruik! Houd u nou toch op met op de koning te vlassen. Ik geef u op een briefje dat u dadelijk oog in oog staat met meneer D'Argenson, de luitenant-generaal van de politie. Als hij zich tenminste niet zo uitslooft dat hij liever een ondergeschikte op uw dak stuurt. Ik doe wel open. En ik vraag u, op mijn knieën kruip in uw schulp. Laat uw flank niet ongedekt. Wees op uw kievive, anders schuiven ze u nog de laagste intriges in de schoenen. Iedereen mag binnen, want onder mijn toestemming komt geen mens het huis uit. Meneer de Vauban, ik ben Louis d'Astralier. Ik kom met naam van meneer D'Argenson bij de gratie des konings, luitenant-generaal van politie. Ik ben diep onder de indruk. Ik ben aangenaam verrast dat de koning zo goed is naar mij te laten informeren. U ziet het zelf, ik ben al jaren strontverkouden door al mijn gesjouw en laarzen die of te droog of te nat waren. En waarom sjouwde ik zo? Om van Frankrijk een keurig vierkant te maken, recht aan zijn tafellaken. Want dat had ik met mijn eigen wijze kop gezet. Hoe heet u, zegt u? Louis d'Astralier. Wat hebt u gezien? Bij de dragonders? Ik ben voor u geweest in het regiment van prins Philippe. U bent een flinke kerel. Kijk er zo. Dat noem ik nou een echte flinke kerel. U bent hier zeker niet alleen. Ik heb 2 man geposteerd bij de conciërge, 2 op de overloop en 2 in de hal. Waar schieten jullie eigenlijk mee? Met karabijnen hoop ik, hè? Met zelfontsteking. Nou, die heb je aan mij te danken. Ik heb jullie afgeholpen van die beroerde musketten van voor de zondvloed. Met zo'n lont die je maar moest zien aan te krijgen, al regende het dat het goot. Op bevel van de luitenant-generaal van politie, die zelf handelt in opdracht van een arrest van de ministerraad, kom ik beslag leggen op de koninklijke 10e penning, een boek van meneer de markies van Vauban. Wij tekenen bezwaar aan tegen het niet aanwezig zijn van een beëdigde deurwaarder. Laat maar, Rago. Laat dat nou maar. Laten we ons nou niet meer eenheidig gaan maken. Meneer de markies, wilt u me alle exemplaren onder uw berusting onmiddellijk ter hand stellen? Meneer de markies? Wat, meneer de markies? Ben je bijzonder dat ik ben maarschalk van Frankrijk? Waar moet ik die exemplaren vandaan halen? Die zijn me gewoon uit mijn vingers gevlogen. Weet ik waar ze zijn? De vuilniskar, denk ik. Of als bodem in hoedendozen. Ik kom in ijswinkels om boodschappen mee in te pakken.
Ik heb dat kattenbelletje trouwens alleen geschreven om mezelf een beetje aan de gang te houden. Ik ben te oud om nog een leger te commanderen. Mijn gehoor is ook niet meer wat het geweest is. De oplage bedraagt 2000 exemplaren. U geeft ze aan mij. In naam des konings, dit is een bevel. In naam des konings? Ik ken de koning goed. Heel goed. We hebben samen hetzelfde stof gevreten. In de stelling bij Charleroi slurpten we 's middags dezelfde dunne soep. De koning weet wat ik voor hem heb gedaan. Doei. Jij weet wat ik voor je gedaan heb. 300 forten heb ik gebouwd met bloed eigen hand. Eerst op papier. En dan later dan stond ik ter plaatse de aannemers op hun gemeene vingers te kijken. Smeerlappen die aannemers. Neem dat voor mij aan. En uiteindelijk had ik heel Frankrijk van hangsloten voorzien. Maar al die wallen, al die schansen, die ravelijnen, kazamatten, wat schiet je ermee op, hè? Dat moet je mij nou eens vertellen, Louis. Wat schiet je ermee op? Als we in het hele achterland tot onze nek in de rotzooi zitten. In de drek, in de mest, in de stank, in de stront. Wat schiet je ermee op? Dan moet je eens goed naar me luisteren, Louis. Luister nou eens goed. Ik beweer niet dat ik de ideale oplossing gevonden heb voor een of ander spiritueel probleempje. Ik wieg me niet in slaap met een hersenschim. Nee, ik... Louis, moet je eens goed naar me luisteren. Ik heb 73 jaar stof. En dan bedoel ik materie, in mijn donder. 73 jaar van kazernes, rentsposten, zuiptenten en fabrieksloodsen. Ik ben de enige van al jouw onderdanen die met zijn hebben en houden door jouw provincies heeft gebaggerd. Tot aan de allerlaatste herdershut in streken die nog onherbergzamer zijn dan het gat in de maan. Ik ben de enige, Louis, die jou kan vertellen dat in de streek van Vézelay, ik zeg maar Vézelay, maar ik had net zo goed een andere plaats kunnen noemen, dat daar in Vézelay 440 families zijn gekrepeerd van de honger. Dat er 2350 man in het openbaar lopen te schooien en dat de hele rest, dat zijn er 3220, bedelt in het geniep. En hoe wou jij nou dat anders ging? Als je bedenkt dat een ordonnantie uit het jaar 1680 iedere ingezetene boven de 7 jaar dwingt jaarlijks 7 pond zout in te kopen. Ik heb het allemaal haarfijn bestudeerd. Ik heb het uitgezocht tot op de draad. Schaf die privileges af. Kondig wetten af die gelijkelijk gelden voor allen. Verpulver de resten van feodale gebruiken die als een kanker aan onze nationale saamhorigheid vreten. Maar in de eerste plaats, en dat bezweer ik je, Louis, vereenvoudig de belasting. Die belastingen wurgen je kinderen niet alleen door hun zwaarte, maar vooral door hun willekeur. Laat iedereen, zonder dat iemand eronder uit weet te komen, zijn bijdrage leveren aan de schatkist, naar rato van zijn vermogen of van zijn traktement. Dan durf ik te beweren dat het geen 15 jaar meer duurt, of ons inwonertal is gestegen van 344 inwoners per vierkante mijl tot 760. Ik stel vast, meneer, dat u weigert mij uw boek ter hand te stellen. Ik? Weigeren? Maar ik heb die hele boet toch alleen maar voor jou uitgezocht, Louis. 40 jaar lang gegevens verzameld over de wijnbouw, de waterwegen, de scheepvaart. Dan moet ik huiszoeking doen. Wat zegt hij? Huiszoeking? Huiszoeking in mijn appartement? Rago, help of ik het barst. Ik gooi mijn buik in de hoek, ik stik op alles in. Wees u zo goed om de sleutels te overhandigen van al uw opbergregels. Was er maar een vrouw in huis. Als ik maar een vrouw was. Maar weet je, die vrouw, Rago, zijn die vrouwen er nog steeds niet? Nee, laat u maar op, ik ga terug. U bent hier en u blijft hier. Je kunt me niet zomaar de rug toedraaien. Hier op, naar binnen. Naar binnen wie wil, naar buiten wie kan. Ik heb je al gezegd dat ik hem liever niet stoor. Hallo, je vindt het uit, je bent je wijs niet. Binnenkom, mevrouw. Wat zoek je bij meneer de Vauban? Oh god, wat moet ik nou zeggen? Ik kan toch zomaar niet over hem bloot toegeven. Daar heb ik geen recht toe. O, toe, Sebastien, zeg jij het ze maar. Het toe, wees dan lief. Zeg, mag die vent me zomaar knijpen? Sebastien, je bedoelt dat mens mij?
U noemt ze me bij mijn voornaam. Oh, kom nou, lief klein maarschalkje van me. Al staan ze allemaal te luisteren. Ik mag je toch wel bij je voornaamtje noemen. Ik ben nou helemaal geen dame van stand. Als ik een dame van stand was en ik werd betrapt met een tas met papieren van mijn minnaar, nou, dan zou ik er meteen een heel vuurwerk van leugens uitgooien. Maar ik ben maar gewoon een werkende vrouw. En als de politie mij te grazen neemt, dan flap ik er meteen de hele waarheid uit. Laat die vrouw los. Waarmee ik alleen maar gezegd wil hebben, Sebastian en ik, ondanks de grote afstand, wij zien elkaar graag. Zei u misschien iets over een tas? Een tas? Wat voor tas? Doet u geen moeite, daar komt die tas al aan. Hij is u op de hielen gevolgd. Zal ik die tas hier maar neerzetten, kapitein? De jongen die hem droeg, hebben we in hechtenis genomen. Ah, wat een ezel, die jongen. Als ik die post had zien staan op de hoek van de straat, dan was ik meteen tussenuit geknepen. En wat zit er in die tas? Is het geen schande voor God dat eerst de beste bastard durft snuffelen in de alcoholkrijmen van iemand als meneer de Vauban? Die door de hele wereld op de handen moest worden gedragen. Toch ben ik maar zo vrij. Kijk eens wat ik hier heb. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 exemplaren. Ik was zo trots op meneer de Vauban, op de eerste 12. Ik moest u gewoon zelf komen brengen. 8 gebonden in Marokijn, 4 in kalfsleer en allemaal verguld op snee, met uw wapen in het leer gestempeld. Ziet u wel, de 3 klavertjes en de wassende maan. En deze hele mooie, die is voor de koning. Ik neem alles in beslag, die vrouw ook. Nee, dan weet je wel wie ik ben. Juffrouw Vetiel heeft een boekbindersbedrijf. In de Rue Saint-Jacques, vlakbij het slachthuis. Waar is de rest? Moet ik hem zeggen, meneer de Marquis? Nee, zeg het hem maar. Geen ruzie maken. Ze zijn bij mij op de zaak druk bezig, de andere te brochieren. 2000 stuk. Die neem ik ook in beslag. Ja, 2000. Minus een paar die ik aan fatsoenlijke mensen heb gegeven. En die zullen er wel voor zorgen dat het boek toch in handen komt van de koning. Al is het dan niet in leer gebonden, dan ziet het eruit als een prul uit de goot. Die tas neem ik mee. Die vrouw laat ik voorlopig hier. De luitenant-generaal van politie moet maar over haar beslissen. Mijn agenten blijven in de hal geposteerd. Goedemorgen, meneer de markies. Straks kom ik bij u terug. Daar gaat meneer. Daar gaat hij. Van een praatjes. Een praatjes. De markies neemt me toch niet kwalijk dat ik zo als de ander geweest. Ik dacht alleen maar, hoe red ik dat boek? Ik snap zelf niet hoe ik het in mijn hoofd kreeg me uit te geven voor een madeliefje. En waar meneer de Abbé bij stond nog wel. Alsof meneer de markies ooit zou denken aan zulke ordinaire pleziertjes. Dit hele huis hier, dat ruikt naar een man alleen. Als die mijne wat een bende. Ja, kan ik het helpen? Ze hebben mijn knecht achter de tralies gesmeten. Maar nou hebt u dan toch een vrouw bij de hand? Dan moet u even waarnemen. Waar staan hier de bezems? Ander exemplaar. Allemaal naar de bliksem. Maakt u veel te dik. Kom, gaat u nou even liggen. Even lekker lang uitliggen. Ja. Zal ik u helpen? Ja. Zo, leun er maar stevig op aan. Zo, mooi zo. Wat koffertjes uit en al fijn en dus. Maar ga niet lekker op. Nee. Braaf gaan slapen. En ergens over toppen. Ik maak alles piekfijn in orde. Hij is 30 jaar ouder dan ik. Maar ik zou zijn moeder kunnen zijn. Hoe komt hij eigenlijk aan dat litteken op zijn wang? Valenciennes 1634. Hij heeft overal littekens. Zijn hele lijf is gekerfd. Hij heeft het nooit kunnen laten zich voor de koning uit te sloven. Het is net of u altijd met hem spot. Of het u eigenlijk niks kan schelen van dat boek. Alsof u het wel leuk vindt. Leuk? 8 jaar heb ik me doodgewerkt. Dictaat opnemen en brieven openmaken. Hij correspondeert met alle schoolvossen, postmeesters, notarissen en pastoors. Planken en kasten vol paparazzen, dossiers, registers. De vloer buigt er vandoor. En ontactisch als hij is. Meneer de markies, ja. Meneer de markies zelf van Bourgondische adel werd tegen de privileges van zijn eigen kasten. En dan noemt hij zijn pamflet de koninklijke tientenpenning. Alsof je de monarchie nog in discrediet wil brengen ook. En de nieuwlichters kunnen met zijn boek ook al niet beginnen, want het is geschreven in een koeterwaals van 200 jaar geleden. Die hele papierwinkel hier is failliet. Laat me er toch door! Voor wie komt u eigenlijk? Wat is dat voor lawaai? Wat krijgen we nou weer? Ik heb je nog gezegd. Ik kom voor meneer de Vauban. Goed, hij is thuis. Hij zal er niet van doorgaan. Maar ik heb je gewaarschuwd. Naar binnen wie wil. Naar buiten, wie kan. Meneer de Vauban heeft zelf om gevraagd.
Ik loop hem niet achterna, maar hij verwacht me en ik heb hem nou eenmaal de moeite gegeven. Zachtjes, juffrouw, kalm aan, alstublieft. Jij verbeet je toch zeker niet dat jij mevrouw de voorbaan weet? Ik moet meneer spreken. Meneer, rust, juffrouw. Meneer is net gaan slapen. Ik lijk me deftig genoeg om mevrouw genoemd te worden. Beetje zachter, alstublieft. Wat is er aan de hand? Huh? Heeft dat mens hem toch wakker gemaakt? Ik kom al. Hoor. Nou, bent u nou toch weer opgestaan? Ga dan maar gauw lekker zitten, makkelijk gaan. Beste mensen, deze dame, ga ook zitten, mijn lieve. Ja, ga toch vooral zitten. Meneer Ago, laat ze gaan zitten en leg die vieze dossiers uit de weg. Zo, mijn lieve, vertel eens, hè, hoe gaat het met uw dochter? Het is geen dochter, het is een zoon. Neem me niet kwaken. Hoe gaat het met uw zoontje? Patrick wordt 13, van top tot tenen Vauban. Wat? Wordt hij al 13? Ha! Denk zoals we gaan toe, dan moet hij in Duinkerke zijn geboren. Toen ik daar de laatste hand legde aan de fortificatie van de haven. Dat is dan zeker in 75 geweest, juffrouw Balthazar. Wat zegt u, Balthazar? Balthazar? Zonder een bliksem. Ik zeg zonder een bliksem. Ja, nee. Mijn ogen spelen met parten. Nee, u bent... eens kijken. Ja, wie bent u? Ach, u bent mevrouw Districh. Districh? Ja, toen ik mevrouw leerde kennen, toen had ze haar betreurde man net verloren. Die een Ier was voor die de geest gaf. Ach ja, woont u nog altijd in datzelfde oude huis? In die tijd was hout geweldig in de mode. De houten kap van een huis... lieten ze helemaal open. Ach, wat heb ik me verlustigd in die boogschutten die ze in uw huis uit de nokbalk hadden gesneden. Ja, er was veel schoonheid in uw gebinte. Wie is die Balthazar voor wie u meelt? Balthazar? Oh, Balthazar? Ja, u zou toch al moeten lachen. Die beweert ook dat ze een kind van mij heeft. Nee, daar geloof ik geen steek van. Want ik heb een heel klein verhoudingje met haar gehad. Gewoon een handeltje van niks. Hoewel, je weet het nooit, hè? Want ach, hoe gaat dat met een granaat? De scherven vliegen van hot naar her. Daarom heb ik haar vandaag ook maar besteld om een bedragje in ontvangst te komen nemen. Mirago, kijk de lijst eens na die ik onder de deksel van het ijzeren geldkistje heb geplakt. Die lijst ken ik van buiten. Nummer 1, Fanchon Friard, de dochter van een van uw vroegere klerken, 6000 pond. U hebt dit bedrag aan Fanchon vermaakt toen ze 12 jaar was. En aan haar moeder, mevrouw Friard, hebt u een ring met een saffier gegeven. Ja, sla dat nog maar over. Zoek die Balthazar eens op. Nummer 10, Leonie Balthazar uit Bergen bij Duinkerken, 3000 pond. Die jongen loopt al aardig tegen de 30. Maar misschien is hij wel hier of daar al kapitein. Die Balthazar kan me gestolen worden. Ik heb het over mijn zoon. Die heeft het rossige haar van zijn voorvader uit Ierland. Elke zondag krijgt hij schoon ondergoed aan. Ik voer hem uitsluitend zacht kippenvlees. En de oorlog maakt de kippen met de dag duurder. Meneer Rago. Nummer 12, Gertrude Districh, rue du Sepulcre, 3200. 3200? Ik dacht 4005. 4005, dat is voor nummer 15, Angélique Poussin, echtgenote van meneer de Lamotte. Die strijkt meer op dan ik. Ze is dan ook de dochter van de graaf van Bucois. Als het maar waar is. Ze geeft zich ervoor uit. Vindingrijkheid moet worden beloond. Ja, ze smoorde me in de boot tot toen de koning mij in 1682 belastte met het ontgordelen van Nancy. En op hetzelfde ogenblik dat ik Nancy ontbond, er viel mijn mooie Angélique van een zoon, en ze zweert het van mij is. Nou, vaarwel, mevrouw Districh. Ik hoop, meneer, dat u kans ziet u in te graven tegen de snoezeromsingeling die uw stelling nu wacht. Leidt mevrouw de kamer uit, meneer Rago. Ik had u natuurlijk ook contant kunnen uitbetalen, mevrouw, maar een gewaarborgde schuldbekentenis is uiteindelijk wel zo makkelijk voor ons. Nou, die loopt wel te koop met het rode haar van haar zoontje. U een kind met rood haar? U draait gewoon op voor het geld van een ander. Maar dan moet ik mijn zielenheil in gevaar brengen door krenterig te zijn met mijn vaderschap. Ja, God, wat is dat voor een droom? Huh? Oh, dat is een smerig oud wijf hier uit de buurt. Dat is Moeke Bossard. Vroeger stond ze op de Bismarck. Om klanten te trekken sloeg ze op die trom. Nou doet ze niet meer in scharren en scholen. Maar dat trom heeft ze aangehouden.
Ze komt er nu en dan mee op mijn trommelvliezen beuken. Want ik zou de dochter zwanger hebben gemaakt. Nog één, meneer. Nog één. Nou, u doet maar. Maar hij gewoon een tippenluister, hè, die dochter. Ze hangt dag en nacht opgetirkt rond in de Rosse buurt. Mirago, u komt toch niet in de Rosse buurt, hoor. Wat is dat nou weer voor lawaai? Nou wordt er weer geroepen. Dan ga eens kijken, Rago. Dan kom je het eerste, maar je mag pas als de laatste naar binnen. Het lijkt hier wel de hemel. 3 dagen heb ik in een diligence gehobbeld over kringen van wegen. Wat is er aan de hand? Mag ik nou eindelijk eens weten wat er aan de hand is? Als u blijft sleutelen, die mooie meneer, dan mogen we met z'n allen wel eens gaan opborgen. De boeman heeft me helemaal op Clermont laten komen. Nou zal hij dokken ook. Daar ging ze om te wachten tot de kanon. De vrouwen rukken op in hele escadron. Voorlopig hebben ze in de hal gebivakkeerd, maar wie garandeert dat ze niet zullen doorbreken? Hoeveel zijn het er? Hoeveel? En wie zijn het, Draco? Ik heb in het gewoel onder andere nummer 7 opgemerkt. Nummer 7? Mm-hmm. Oh, dat was in Brest. Juffrouw Keflou. Nee, juffrouw Keflou heeft nummer 9. Nummer 7 is afkomstig uit Landrecy. Ah, Landrecy. Ja, toen was ik amper 20. Laag uitgesneden stierenvechtersvest tot ver over de buik. Hechtsleren handschoenen, de hoed scheef op het hoofd. Nummer 7 valt dan ook bijna van ouderdom uit elkaar. Ze hebben er in een mand aan een katrol naar het raam van de hol gehesen. Til, wat is dat voor een taaltje? Is dat nou hier? Hier. Welke stad stuurt mij het meeslepende lied? Toulon, lieve schat. Toulon. Toulon. Als ik voor die stad niet alle fondsen krijg waar ik om heb gevraagd, dan verspelen we de hele Middellandse Zee. En ik ben Grenoble, mijn engel. Grenoble. Grenoble? Boven Grenoble maakt de berg die grilligste sprongen. Die stad zal dan ook nooit meer kunnen krijgen dan een zwakke verdedigingsgeuvel die telkens verloopt in deftige lanen of in krottenbuurten vol met kippen en vee. En toch heb ik die verdedigingsmogelijkheden nauwkeurig uitgekiend. Hè? Dossier 144, paragraaf 6. Wie hebben we nog meer? Ray? Het eiland Ray. Het eerste eiland van Amerika, als je tenminste rekent vanaf La Rochelle. De oevers van het eiland Ray heb ik bevestigd door logaritmisch berekende schansmuren. En die heb ik toen laten panseren met metaal, zodat de kogels van alle Engelse fragatten erop terugkaatsen. Wie volgt? Strasbourg, Sesley. Strasbourg. Strasbourg? Ah, Strasbourg. Ik weet niet of je nog ooit in de schoot van het koninkrijk terugkeert. Maar de koning heeft je nodig. Heeft je brood nodig. En je rivier huwelijkt je in elk geval aan, omdat je je uitstrekt tot ver over de brug. Fort Keel, het bruggenhoofd aan de vijandelijke oever, zul je voor ons behouden als je erbij neervalt. Maar als de Duitsers zo brutaal zijn het in te willen pikken, laat het dan alsjeblieft in de lucht vliegen. Dan weg met Fort Keel. Zijn er nog meer? Geld, Ypres, in het vuur, de Sanson, Perpignan. De Vauban. U hebt dus evenveel vrouwen als vestingen gekend. 300. Elke stad die u innam betekent ook een triomf van het hart. 33. 333 in totaal. Ja, juffrouw Fitty. Wat haalt u in uw hoofd? U bent een vrouw met hersens. Denkt u nou werkelijk dat het achter die deur krioelt van de wijven? Met borsten en buiken? Bah, nee. Dat daar zijn alleen maar allegorieën. Nevels sliert in een Germaanse wind veer na veer uit één plaats, terwijl ze voortdrijven met een grote oceaan. We willen gaan zien, anders zouden we dat lievertje van de secretaris en die knorrige werkman op onze merg uit. En wij moeten het doen met de wolven. U allegorieën zijn flink aan het muiten. Bezorg ons een schans, meneer de ingenieur-generaal van de koning. We zijn niet voor nopjes gekomen. We zullen ze de hele winkel graag voor het bijvegen als er maar een stuiver voor ons aan zit. Pakken deze spruit. 1, 2, 3, hè? Opzij, plaats maken. Opzij. Allemaal uit. Allemaal naar buiten. Allemaal naar buiten. Anders geluid ik geweld. Ik ben ook de benen, mevrouw de Tarvan. Ik ben de volgende commandant van de vestingen Rijssel. Opzij.
hij daar? Wat doet dat mens hier? Je officier. Die hebt hij mezelf in bewaring gegeven. Ik wil dat ze blijft. Meneer de Maarschalk, ik ga de vrouwen beneden verspreiden. Dan laat ze u verder met rust. Mevrouw Fittier. U noemt mij mevrouw? U bewijst me zoveel hartelijkheid dat ik u voortaan met onderscheiding wil aanspreken. Mevrouw Fittier. Ik heb de vrouwen altijd alleen maar beschouwd als aanleiding om goed te kunnen doen. Ik bracht ze troost in hun ellende. Ik verzachtte de bitterheid van hun hart. Beschouwt u me dan ook niet als de grote Turk zelf? In Pont Saint-Esprit werden vrouwen aan kettingen gelegd in de nissen van de brugpijlers. Wijfjes protestanten, zoals de God beter het werden genoemd. En prostituees. Ze stonden met hun blote voeten in de stank van de misère. Ik heb ze te eten laten geven. Ja, met mijn stakkers van maîtresses. Wat valt daarover te zeggen? Ik heb maar één vrouw gekend. Één enkele. Met genoeg vuur en genoeg hart om uit te steken boven haar seks. En van die vrouw hebben we vanmorgen een brief teruggevonden. Hier, kijk. De pen van mijn Cecilia liep als een vogel over het papier. Ik zal hem voorlezen. Luister. En zo, meneer. Neemt u hem zelf maar, mevrouw. Hoe is eigenlijk uw voornaam? Geneviève. Geneviève Fittier, geboren Bruno. Geneviève. Lees hem zelf voor, hè? Laat ik mijn Cecilia nog één keer kunnen horen. En zo, meneer, draagt u van uw verblijf in Dauphiné de herinnering mee aan het lammetje dat ik ben. Want zo noemde u mij, hè? Zo noemde ik haar. Iedereen praat hier alleen over u. Want iedereen kent uw macht over ons schapen. En uw vermogen ze in woedende wolven te veranderen als ze radeloos worden. Omdat u vertrekt. Ach, Cecilia, meneer. Je had mij niet nodig om te leren je tanden te laten zien. Als jou ook maar iets in de weg kwam, dan spatte het vuur uit je ogen. Ja, ik was toen nog geen maarschalk. Ik droeg nog geen groot kruis. Er komt onze kapitein weer terug. Meneer de Maarschalk? Luister eens, kapitein. U weet het toch wel heel zeker? Wat moet ik zeker weten? U heet toch niet bij toeval kapitein Balthazar? Dat weet u absoluut zeker? Ik heet Dastralier. Louis Jérôme Sébastien Dastralier. Ah, Sébastien. Ja, u bent een flinke kerel. U hebt een mooie naam. Meneer de Maarschalk, op bevel van meneer D'Argenson deel ik mee dat de koning... De koning? Dat de koning u iemand van zijn huis heeft gestuurd. Zeker dezelfde boodschap. Nee, buiten het hangende onderzoek om, enkel uit vriendschap. Vriendschap? Zegt u vriendschap? Ach, wat heb ik gezegd. De koning kan me niet vergeten. Hij zocht alleen op mijn huid een paar vlooien om zijn ministers lekker mee te maken. Maar diep in zijn hart beseft hij dat ik er nog ben. Dat ik altijd aan hem denk. Dat ik voor hem denk. En daarom stuurt hij me iemand. Ja, wie zou er komen? Jean-Mier? De minister van de Oorlog met zijn zoet-zure snuffel? Ja, wat komt hij me vertellen? Je had groot gelijk, Vauban. We hebben voor Turijn bakzeil moeten halen. Allicht, Jean-Mier, zeg ik dan. Met zo'n paleisluis als die schoonzoon van jou. Ik heb je gezegd. Met zo'n generaal verliezen we Dixmuiden, Nieuwpoort... Strasbourg. Rustig nou, meneer. Zelfs advocaten draven niet zo door. Ja, of misschien stuurt de koning met zijn bloedeigen zoon. De hertog van Maine. En dan zal ik me niet inhouden. Maar hem in zijn gezicht zeggen. Al is hij 10 keer van koninklijke bloeden. Dat kanonnen voor de donder geen speelgoed zijn. Dat hij zelf de fabriek in moet gaan. Als hij er ooit verstand van wil krijgen. Dat hij dan eerst alles te weten moet komen over zwart brons. Over groen brons. Over de kalibers. Over de granaten. En dat zou ik tegen Lodewijk zelf zeggen ook. Het was toch maar het beste wanneer hij zelf kwam. Ja, als hij zelf komt. Als hij komt, hoort hij. Hij komt! Boudin. Boudin. Maar, wie zegt u, meneer? Boudin? Dat betekent bloedworst. Boudin betekent bloedworst. Ik vraag wel excuus. Maar ik verkoop geen boudin, ik heet nou eenmaal zo. We kennen elkaar, ik ben de lijfarts van prins Philippe.
de broer van de koning. Oh, bent u het? Bent u het die de koning... U komt toch werkelijk vanwege de koning? Men heeft me verzocht even bij u aan te komen. Men stelt groot belang in u. Bloedworst. Niet iedereen kan Vauban heten. Oh, ik voel me bedonderd. Dat komt wel weer goed. Ik zal u even ader laten. Mijn borst bloedt van binnen. Val me niet lastig. Wat zou u ervan denken als ik me ging bezighouden met kalibers, met in- en uitspringende hoeken, met projectielen en kartetsen? Mijn vak bestaat uit mosselpleisters, boorzalf, pisteers, spuiten en watjes. Maar heeft de koning... Wat bedoelt u? Heeft de koning u geen boodschap meegegeven? Ik heb u toch gezegd dat men belang in u stelt. Vrouwtje, wees zo goed even schoon water te halen. Nee, verdomme, laat me met rust. Meneer Moeder, ik neem u niet kwalijk. Maar laat me met rust. Ik weet evenveel als elke chirurgijn over gespleten kaken, leeggeschoten oogkassen, lijken en bloed. Goed, ik zal u niet ader laten. Is dat nou niet aardig van dokter Boudin? Zou die brave Boudin, deze vriendelijke meneer Bloedworst, niet eigenlijk ganzenlever moeten heten? Maar u neemt wel een slok van deze purgerende siroop die ik regelrecht uit Versailles voor u meebracht. U valt me alleen maar lastig. Ja, mijn vak eist nou eenmaal... Dat u mij om zeep helpt, ja. Daar zorg ik zelf voor. U gaat nog maar één terug naar de koning. En u zegt hem uit naam van Vauban... Kalm nou toch, rustig. Nee, u zegt tegen de koning uit naam van Vauban... Wat wij op dit ogenblik brood nodig hebben, dat is een solide, veilige vrede. Ja, dat lijkt lachwekkend, hè? Dat lijkt krankzinnig. Als een man zo'n opdracht geeft aan een gebruiksvoorwerp als een meneer Bloedworst. Ik ben nou zo ver dat ik me geen donder meer kan schelen. Ik heb genoeg van me opzitten en pootjes geven. Alleen het onmiddellijke, met zakelijke nut, daarvoor sta ik op de bres. Daarop komt het nog aan. Gebruikt hij soms quinine? Hij heeft vannacht een kleine dosis geslikt. Oh, van quinine krijg je soms een losse tong. Die huidige oorlog loopt alleen uit op de totale revolutie. De grenzeloze ellende van de bevolking. Gebrek aan discipline in het leger, waarin betrouwbare officieren even zeldzaam zijn als citroen aan de Noordpool. Die veldtochten die stuk voor stuk op fiasco's uitdraaien. En dan al dat geld dat in je hand... Devalueerd tot papier. Ja, maak zijn bed klaar. Vlug. Kussens. Veel kussens. De opstand. De opstand in Spanje. Die ook vonken jaagt. Dat in de uithoeken van ons koninkrijk. De Engelsen. Die langs de achterdeurtje de Duitsers steunen. Die ook nog geholpen zouden worden door de Polen en de Zweden. Als die niet toevallig met elkaar aan het bakkeleien waren. Bah. Polen en Zweden. Hij moet meteen naar bed. Mag ik u vragen, eerwaarde heer, bent u een gewijd priester van de ene heilige katholieke apostolische kerk? Nou, dat niet direct, nee. Oh, loop dan zo vlug u maar kunt naar de kerk van Saint-Roch en zeg ze daar dat ze met spoed met al het nodige komen. Mm-hmm. Ze kunnen ook meteen beginnen met fluiten. En daarom moeten we die slaven van de Spanjaarden dan maar aan het Huis Oostenrijk laten. Maar daarvoor moeten we van die hemelstijgen de Oostenrijkers Luxemburg in ruil krijgen. En vooral Lotringen. En heel graag van de Elzas. Samen met de gebieden die we al hebben. Samen met Besançon, Artois, Cambrésis, Roussillon. Zetten al die landstreken in hun totaliteit op het hoofd van zijn majesteit. Een tweede, nog schitterender kroon. Een kroon die meer oplevert dan alle Indiën op de hele godganselijke wereld. Waar we toch niet aan zouden kunnen raken, zonder dat een hele meute vijanden ons aanblaast. Ja, drink nou, drink. Dan kan er eigenlijk van alles worden geregeld. Dan, de viswet, de turfwinning, de fokkerij, de irrigatie, de mijnbouw. Ja, drink, anders legt u het af. In Amerika. Ja, nou drinken, verdomme. De heer de Louvois stierf op dezelfde dag dat er tegen hem gezegd werd. Nou drinken. Ja. Goed. Best. Ik drink. Genevieve, ik ben blij dat jij bij me bent. Want je zag de ogen. Ineens
niet zo droevig kijken. Nou is het dan zover. Ik laat alles aan de toekomst over. De mensen, de landen, de koning. En nu, die bestijg ik voor goed wat ik me altijd heb gedroomd. De val van Antibe. Mijn luchtige, hooggelegen, eeuwige standplaats. Ik had toch twee dochters. Charlotte. Jean-Françoise. Dochters. Lieve dochters. Komen jullie nou naar hier? Kom maar, Sebastian. Het is nou echt niet ver meer. Nog maar een paar stappen. En dan? Nou, nog maar één. Intussen zijn Vauban's twee dochters vlak na elkaar aangekomen om hun vader te bezoeken. Ze hebben zich beneden bij kapitein Gastrelier moeten legitimeren en nu ontmoeten ze elkaar in de hal van Vauban's appartement. Charlotte de Magrandi, de oudste, praat altijd over haar 11 kinderen. De jongste, Jean-Françoise de Valentinier Ducé, trouwde al met haar 12e jaar. Dag. Jean-Françoise de Valentinier Ducé. Die kapitein van politie deed eerst net of u me niet wilde binnenlaten. Toch was het een alleraardigste man om te zien. Hij had zoiets bekend. Hoe moet ik het uitdrukken? Hij leek wel familie. Dag, Charlotte de Macrindy. Mij heeft die gebraden haan ook al afgesnauwd. Nou ja, we zijn er. Weer eens gezellig bij papa. Oh, ik heb je zoveel te vertellen. Ik steek me meteen van wal. Ik zie haast nooit. Nee, je ziet elkaar nooit. Waar zou ik trouwens de tijd vinden om tijd te verspillen met altijd die 11 handen binnen aan mijn rokken? Zeg, moet je horen? Dan ben ik toch al de hele morgen op stap om een buitje linnenbloesem thee. Jouw man ook met zijn kuren. Die uitsloven van een zaak. Die goede ziel van een Jacobus. Eigenlijk moest je je schamen zo te koop te lopen met je 11 Jacobieten. Als je tenminste niet voor je bandenerenmedaille voor fokstieren wilt winnen. Oh, jij hebt mooi praten. Al met 12 jaar getrouwd en toch maar gezegend met één zoon. Weet je waar ik nou altijd naar moet kijken hier op papa's hal? Naar dat karmozijnrode lint met die zon van briljanten dat daar aan de muur hangt. Het groot kruis van Saint-Louis. 100 francs. Jouw piepkleine gezinnetje heeft jouw je ondeugende streken nooit afgeleerd. Wat stralen je ogen als ze die briljanten zien hangen. Hebbert, gierige pin, schraapijzer dat je bent. Oh, het gaat ons niet voor de wind. En ik heb nu eenmaal 11 mondjes te stoppen. Van papa krijg ik nog geen condool of een ui cadeau. Ik even min hoor. Nou heeft hij zijn reiskoets weer van de hand gedaan. Alles wat hij heeft gaat op aan zijn werk. Maarschalk van Frankrijk en drager van het Grootkruis, dat moet toch niet zo slecht verdienen? En wanneer leer jij nou eens af met papa's maarschalkstaf te spelen? Je bent nog niet hier of je grust er meteen op de etagère? Zouden die lilies van echt goud zijn? Als ze van goud zijn, brengen ze goed op. Die staf mag je hebben. Daar kun je je stieren maar mee aftuigen als hij weer op zijn heupen krijgt en op jouw kost een kindje wil maken. Maar het Grootkruis is voor mij. Jij neemt je familie nooit helemaal ernstig. Evenmin als papa. Die trekt zich wat aan van zijn familie. Van al die aardpoes en loopse teven in de straat, heb je die ook gezien? Komen die om hem, denk je? Dan heeft hij ook nog die huisslak. Die woont hiernaast, in het volkslogement. Ze hebben een gat in het tussenmuur gemaakt, dat hij op elk ogenblik van de dag of de nacht op papa's beschikking kan staan. Doe hem maar, nog mooier. Dat klerkige broed kent al je familiegeheimen. Hou nou maar op, schat. Jij zeurt altijd maar door in de trant van die oude ruzie tussen papa en mama. Daar krijg ik buikpijn van. Je lijkt trouwens meer op papa dan ik. Kijk maar eens naar je ogen. Let maar eens op je honger alles op te willen slokken. Zeg, maak het nou een beetje. Jij bent helemaal zijn dochter. Ik tel gewoon niet mee. Ik hoef alleen maar de moeder van zijn kleinkinderen te spelen. Maar wat voert hij toch uit? Zo van zo stil. Zou je
zitten? In zijn werkkamer, denk ik. En niet alleen. Als hij maar gezond is. Maak je geen zorgen. Hij had in elk geval een heel versterkend beroep. Voor we ons op het Roodkruis en de Maarschalkstaf werpen, zullen we toch moeten wachten tot hij er niet meer is. Oh, zo mag je niet praten. Daar krijg ik kippen van. Papa gaat nooit dood. Rust. De klok luidt. Het zal net Amelus zijn. Om 3:00 in de middag. Dat is de doodsklok. Vader, pa. Roodkruis en Maarschalkstaf. U heeft geluisterd naar een droefgeestige komedie van Jaco di Berti in de vertaling van Gerard van Kalmthout en geregisseerd door Willem Tollenaar. Als de verteller hoorde u Luc Lutz. De marquise de Vauban was Johan Remmels en Abbé Rageau Ton Lutz. Louis d'Astrelier, Bert Dijkstra. Boudin, Van Heskes. Een politieagent, Gerard Heistee. Geneviève Bruno, vice-bouwmeester. Mevrouw Zistrich, Annie Mons de Leeuwen. Mevrouw Charlotte de Magrigny, Tine Medema. Mevrouw Jeanne-Françoise de Valentine Duzé, V.C. Arone. En verder de vrouwen Hetty Berger, Joke Hagelen, Corrie van der Linden, Dorie Dugani en Nel Snel.